Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Ja, ik ga eindelijk nog eens een FIFA carrière mode starten. De meeste keer ga ik het doen met Mechelen. Als coach speel was Steven de Voer. Ze is nog niet zo lang coach geworden van KV Mechelen. En dat was ook niet zo lang geleden ook zelf nog een speler. Ik denk dat dit een beetje te groot is voor een stadion van Mechelen. Dus ik wil het een beetje iets realister hebben. Het echte stadion van Mechelen heeft 16.600 zitplaatsen, dus ik wil voor een stadion gaan dat in de buurt komt. Ja, dan moeten we voor dit stadion kiezen. Laat al even weten in de reacties welke spelers ik moet halen, maar ik zat eraan te denken om Hendrik van Kroonbrugge te halen als eerste keeper. We hebben ook denk ik nog een spits nodig, een idee voor een speler, alleen ja, ik had hem ook al bij het Uppercarrière-model gehaald. En hij is nu uitgeleend, dus we kunnen hem nog niet direct halen, helaas. Aster Franks kunnen we ook terughalen naar Mechelen. Alleen ja, die gaan nu nog te duur zijn voor ons, maar die we ook nog kunnen halen is misschien Orban. En dat we hem kunnen weghalen uit Gent. Hij is echt een heel goede spits. Kijken naar vrije spelers. Dan we zien of we al direct voor goede spelers kunnen halen. Hem kunnen we misschien al halen, maar we moeten nog kijken naar andere. Deze is misschien wel interessant. Ik heb denk ook nog een rechtsachter nodig. Oeh, deze toont denk ik wel veel potentie. Even zien of al de spelers al een beetje gescout zijn. 2,9 miljoen. Nou, ik denk misschien eerst gaan voor de vrije spelers. Oh, die is 9 miljoen waard. Dus die wil ik zeker contacteren. Zo hebben we onze eerste aanwinst al binnen. Gratis gekregen, of ja, zorg van gratis. We moesten enkel zijn salaris betalen. Dus ook nu al 76 credits. En we hebben nu al nog een speler gehaald. Ik moet ook even wat spelers gaan verkopen. Want nu heb ik er al twee gehaald. Ik ga even gewoon simuleren, denk ik, tot de eerste speeldag. Nog een transferbot. Nou ja, wel weg mag. Ik ga proberen voor misschien 2 miljoen. Ah, ze gaan akkoord. Ik denk dat ik deze speler ook kan halen, maar dan moeten we wel even. Dan hebben we drie linksachters en dan moet ik er wel eentje verkopen. Ik zie ook dat we Verstraat huren, dus het is geen echte speler van ons. Na het seizoen moet hij al weg naar Antwerpen. En de eerste wedstrijd van het seizoen wil ik wel spelen. Kortrijk heeft op dit moment Lamkazi, alleen hij gaat waarschijnlijk volgend seizoen weer weg. In het echt. Als het dan scoort, ja, was te verwachten dat hij naast ging. Kortrijk komt nu wel heel erg gevaarlijk. En ze missen hem ook. Hij moet nog echt een goede kans creëren. Misschien dan het nu kan. Scoren! En dat doet hij. Zo komen we op voorsprong, 0-1. Kan hij voorzetten? Oeh, dat is de verkeerde knop. Oké, is 0-2. Misschien moet ik het niveau toch wel hoger zetten. Ik kan hem misschien ook even afhalen voor mijn nieuwe aanwinst. Zo. Dan kan mijn nieuwe speler ook wat speelminuten krijgen. Oeh, keeper pakt gelukkig. Oei oei, ze scoren. Kortrijk, ja, heeft nu al een doelpunt, dus ze moeten nog één keer scoren en staan weer gelijk. Oké, hier kunnen we doorbreken. We halen een hoekschop uit. Onze nieuwe speler. Oeh, meteen al een goede kans. Nog kans misschien. Nu misschien. En hij scoort. Wij zijn de buurt. Nu is het buiten wel binnen. In een van de laatste minuten maken we het helemaal af. En ik vond het niveau iets te makkelijk staan, dus volgende wedstrijd gaat ze weer wat hoger staan. Oei oei, de volgende wedstrijd is al meteen een heel erg moeilijke. Moeten tegen Standaard Luik spelen. Ja, we hebben eigenlijk al een goede keeper, maar het kan nooit geen kwaad om nog een betere keeper te halen. Dus 3 miljoen. Dan gaan ze er direct akkoord mee. Dus tijd voor de wedstrijd tegen Standaard Luik. Eerste thuiswedstrijd die we spelen. Nu scoren! En dat doet hij. We komen al heel vroeg op voorsprong. Oppassen.
is speler helemaal voorbij. Kan hij zelf misschien gaan. En dat doet hij. 2-0 al. Hij is wel heel erg goed geweest deze wedstrijd. Hij is zeker een goede aanwinst, want nu kan hij misschien weer scoren. En dat doet hij. 3-0. Zijn derde al in twee wedstrijden. Oppassen, hier is Tom daar. Oei, bal verloren. Ah, ze maken dan toch nog een doelpunt. Jammer. Polini gaat erop komen. Hij is er nog door. Kan hij zijn hat-trick maken? Nee. No. Oh, keeper pakt. En zo winnen we deze wedstrijd ook. En hebben we nu al 6 punten op 6. Ja, ik ga voor Orban. Ik ga proberen met zijn waarde gewoon 3,5. En dan gaan ze al meteen akkoord mee. En zo hebben we ook een nieuwe spits nu. Die andere spits die we hebben, kan ik misschien opstellen wanneer ik met B-elftal speel. Ga Orban scoren in zijn debuut. Op Schoofs. Ja, Orban scoort al meteen na 13 minuten. Ik ga ook veel meer wedstrijden simuleren. Ik denk dat ik per video 1 of 2 wedstrijden ga spelen. En tegen Leuven simuleren. 1-1. Anderlecht staat eerste en ze hebben al hun wedstrijden gewonnen. Oké, tijd om te simuleren tegen Genk. Ik verwacht dat we verliezen. Oh, we spelen gelijk. Is niet slecht. En zo hebben we onze speler verkocht. Ik denk tegen Sint-Truiden dat we thuis wel moeten winnen. En we winnen. Met Afif. Ik weet niet of ik al juist uitspreek, maar hij heeft een hat-trick. Dus dat is wel leuk om te zien. Laat zeker en vast ook even wat spelersuggesties in de reacties achter die ik moet halen. En dan zie ik weer terug bij de volgende video. Dus doei doei.